Niemand gaat graag naar IMF, maar de meerderheid van de landen in de wereld zijn wel eens een keertje op de stoep van IMF beland. Gezien de diepte van de crisis, gezien de ernst van de sociaal-economische problematiek, was het steunvragen bij IMF een noodzaak. We houden niet van IMF. IMF is er alleen voor probleemgevallen. Dus eigenlijk wil je liever niet gaan. Dat is net als eerste hulp. In Hongo draap je nooit. Maar het ja, is aan nood toe, hij moest gaan. Dus het is geen discussiepunt. We hebben die hulp nodig. Op eigen kracht komen we er niet uit. Dus we moeten dat doen. De vraag is, hoe goed is ons herstelplan, het traject dat we moeten uitzetten de komende jaren, om van deze crisis om te zetten in een situatie van economische groei en ook een goede verdeling van die welvaart. En helaas moet ik zeggen, het herstelplan, ook de vierde versie die we nu voor ons hebben, voldoet nog niet helemaal aan de eisen van een goede routekaart om uit de crisis te komen. Er zitten een aantal manco's in, ernstige manco's, die nog moeten worden verbeterd. Laten we hopen dat voordat het parlement het goedkeurt, dat we inderdaad die verbeteringen kunnen aanbrengen. Niemand gaat graag naar IMF, maar de meerderheid van de landen in de wereld zijn wel eens een keertje op de stoep van IMF beland. Maar ik noem, om het kort te houden, het laatste voorbeeld, en ik noem het een succes, is Barbados. Barbados heeft in 2018... is er een mevrouw Motley is aan de macht gekomen en ze heeft de schuld overgenomen van 168%. Bijna vergelijkbaar met Suriname. En ze hebben een deal gemaakt, ze hebben een goed programma gemaakt. Binnen 3 maanden hadden ze een 4-jaren recovery program. Bert heet het. En ze zijn nu al op 2,5 jaar. En ze halen elke evaluatie halfjaarlijks. Halen ze hun kwantitatieve target. Ze zijn op schema. Omdat ze daar politieke daadkracht hebben. Mevrouw Motley maakt een deal met de vakbeweging, et cetera, en het bedrijfsleven. En ze voeren het stipt uit. Ze komen niet met propagandaverhalen, zoals ze hier constant belooft en dingen mooi zitten te praten, zitten sugarcoaten. Nee, ze komen zeggen, jongens, we moeten door dat dal heen. We gaan devalueren, maar niet toch. We gaan pina, dat kan leveren offer. En dat is wat we hier nodig hebben.